Hoi, ik ben Lieke Sauer, Impact Coach bij GreenDish. GreenDish is een advies- en projectbureau op het gebied van voedselduurzaamheid. Wij werken hierbij aan een heel belangrijke missie. En dat is gezond en duurzaam voedsel voor iedereen en overal beschikbaar maken. Wij voeren dit uit samen met voedselaanbieders, voornamelijk op het bord. Vandaag neem ik jullie mee naar Rotterdam, waar wij meedoen aan de campagne Het Nieuwe Nassen. Wij begeleiden hier in een project op de korte lijnbaan 5 fastfooddeelnemers. Deze fastfooddeelnemers zijn Taco Bell, McDonald's, Donutella, Halal Fried Chicken en Wow Burger. Wij nemen jullie mee vandaag met 2 van deze deelnemers, waarbij we echt een kijkje in de keuken gaan nemen. Dit zijn Wow Burger en Halal Fried Chicken. Het leek ons een leuk initiatief. Vaak als je met eten bezig bent en met voeding, is het eigenlijk, sta je er niet meer stil hoeveel ongezond en gezond eigenlijk is. En ja, het was eigenlijk wel een heel mooi project om zonder stil te staan. Het nieuwe nassengerecht is een salade met Caesar dressing en grilled chicken erop. Met parmezaanse kaas, cherry tomaten en croutons erin. En met een flesje water erbij. Flesjes water zijn gezonder dan frisdrank. Cola zit veel suiker in en dat soort dingen. De grilled chicken, ja, het is gezonder als een burger die we verkopen met die uit de frituur komt, waar toch veel vet in zit. Dus dat maakt het toch wel mooier en ja, in het algemeen is het al gezonder om sla te eten dan een burger. Wij zijn heel erg ingesteld op maatschappelijk verantwoord ondernemen en daarbij hoort het nieuwe nassen hoort daarbij. Onze nieuwe gerecht is een menuutje met een vegetarische burger en in plaats van de frietjes hebben wij een salade en als fruit hebben we een appeltje erbij en frisdranken gebruiken wij niet. Wij geven daar alleen maar water erbij. Ik denk dat sowieso iedereen kan profiteren en iedereen moet er ook naartoe. Binnen nu en een paar jaar heeft iedereen wat wij doen, zullen zij dat ook moeten invoeren om duurzaam te zijn en te blijven. GreenDish en Blue City werken samen in de rol van de challengers, zo noemen we dat. Dus dat zijn dus restaurants die worden begeleid in of het menu op de kaart aanpassen, een gerecht op de kaart aanpassen of aan de slag met verspilling. En dan is GreenDish de expertpartij en ja, wij zijn met elkaar aan tafel gegaan. Het was eerst eigenlijk een los onderdeel en we hebben daar gewoon een... het werkt gewoon heel goed. Dus restaurants worden gechallenged om mee te doen met het nieuwe nassen en je krijgt daarin begeleiding vanuit GreenDish. Dus het is een onderdeel van het hele programma wat wordt aangeboden in het nieuwe nassen. Wat we willen doen met het nieuwe nassen is eigenlijk een beweging tot stand brengen waarin ondernemers gaan ervaren dat ze met een gezonder en duurzamer aanbod ook prima een goede klanttevredenheid kunnen halen en ook een prima gezonde bedrijfsvoering kunnen hebben. Ja, zo'n beweging die kan je groter maken door dat in meerdere steden ook te starten. Nou, GreenDish ken ik al een aantal jaren, werk ik al een hele tijd mee samen. Zij zijn de expert als het gaat om een gezonder, duurzamer aanbod, met name in de horeca. GreenDish begeleidt ondernemers dus op weg naar dat andere aanbod. Binnen dit soort projecten kunnen wij voor jou uitrekenen wat je kunt besparen op het gebied van CO2, land- en watergebruik. Of ben je benieuwd hoe je in het algemeen scoort op duurzaamheid of gezondheid? Neem dan contact met ons op via de volgende contactgegevens.